Niet zo ver. Buiten er maar gewoon op. Ziet er echt mooi uit. Jongens, welkom bij onze supercoole. Dit is Doris. Dat was zo nergens voor nodig. Het is echt intens gewoon. De kast staat open. Hè? Nou, niet zo lang. Draag me nou niet uit. Nee, ik draag je niet uit. Dat was veel grappiger. Je staat in de weg. Dit is ook heel graag hoor. Oh, ja, de reden dat er nul van jou in de gemiddelde vlog zit, is omdat dit alles is wat jij stuurt. Hoe wil je dat hier werken met meer dan 2 mensen op een maandag? Oh, ik ben verbonden met HEMA Wifi. Kijk, ik moet jou even wat laten zien. Oh, ik loop achter jou. Als je ooit niet snel, want ik heb het gezien. Oké. Okay. Dat is grappig. Die heb ik ooit gekocht voor iemand. Nee, we willen niet naar de zelfskinkassa. Jongens, we zijn undercover bij de HEMA. Jongens, we staan in de hemel, we filmen Undercover. Hoi. Welkom bij Undercover in Nederland. Vandaag testen we voedselvergiftiging in de HEMA. Ja. Vandaag checken we of hier eerlijke prijzen zijn en voedselvergiftiging. Kijk naar Leon. Ja. Oh, het is Stitches van Shawn Mendes. Wow. Wat lul je. Dit was Stitches van Shawn Mendes. Dat stond op. Daar luister ik niet naar. Luister ik niet naar. Sorry. Jongens, we moeten naar de Flying Tiger. Ja. Laten we ervoor gaan. Oh, de vliegende tijger. Oh, ik ga de verkeerde kant op. En actie. Hey, hit it. Oh, deze? Dacht ik al. Als omgooien. Yo! Je mond is ook. We zijn niet jaloers. Nee. Try me. Dus niet lezen wat erop staat, gewoon vasthouden. Het is waar. Nee. Het is waar. Hey. Jij zei, ik wil graag de haarverf hebben, dus heb de haarverf voor deze gekocht. Hij gaat dat nu in zijn huis. Dit is wel het beste idee ooit. Je moet het van enige afstand erop spuiten, niet er direct op. Nee, niet. Nee, niet zo ver. Spuit er maar gewoon op. Ziet er echt mooi uit. Hier ook nog een beetje. Ja, het is gelukt. En nu de andere zijkant nog een beetje. De voorkant moet eigenlijk. Heb je ogen dicht? Sorry, vraag eens aan een feestje. We wachten heel even. Wachten? Wacht. Het is echt wel leuk. Ja. Hey. Dat is een joke. En spray. Nou, pas op, voorbijgangers. Sorry. Dat wordt oprecht een beetje paars, hè. Dat is echt wel leuk. Dat is echt wel heel cool. Oh, mijn hele t-shirt. Ja, het spuit in mijn nek, man. Sorry. Maar het zit een beetje in je nek. Het zit ook op je bank. Oh my god. Ja, de bakker. Oh, pas op, voorbijganger. Oh, dan zullen we heel even aan de kant gaan. We hebben zijn aardels gebruikt. Hey, yo mensen! Dit doe je al heel goed. Nee, wacht. Je moet er niet doorheen praten. Hey, yo mensen! Ik ben hier met Harmen.
Gamen, ik moet nu dit spreken, want ik ben in Egypte geweest. Gamen, ik ben Gade. Dit is niet racistisch, trouwens. Maar ik ben met Harbe in de stad. Ik heb een Harry Styles shirt aan, want ik ben naar zijn tour geweest, ja. Flex. Maar wij zijn nu in de stad, wij wilden gaan poelen. Alleen toen was hij letterlijk echt vandaag, want er staat een briefje op de deur, alleen vandaag, dinsdag, dat hij gesloten is. Like, voor vrolijke privéomstandigheden. Ja, maar sowieso, mensen zitten dan alleen maar vrolijk erop, zodat mensen niet denken van, oh, ze zijn zo zielig, want er is niemand dood, dus ik kom er nooit meer. Waarschijnlijk wel. Dus ja, dat was de meest teleurstellende ervaring ever.